Op zaterdag 2 en zondag 3 april vindt weer het Nationaal Museumweekend plaats, waar meer dan 500 musea in heel Nederland aan meedoen. Ze openen allemaal gratis hun deuren en organiseren tal van activiteiten. Ook in Haarlemmermeer kunt u uw lol op, want het Historisch Museum Haarlemmermeer en Museum de Krukius openen hun deuren en hebben tal van activiteiten. En daarvoor ga ik nu praten met Elise van Melis, directeur van het Historisch Museum. Elise, hallo. Hallo. Vraag je, wat kunnen mensen verwachten als ze hier naar het Historisch Museum gaan? Nou, het thema van het museumweekend is laat je trakteren. En wij trakteren dus alle bezoekers op twee gloednieuwe tentoonstellingen. Op Oud-Hollands snoep en natuurlijk op gratis entree. Oké, en kun je iets vertellen over een van die tentoonstellingen? Nou, waar we dus nu in staan is de tentoonstelling Naar de Grote School. En die gaat over het lager onderwijs van 1856 tot 1945 in Haarlemmermeer. En ja, we laten zien welke scholen hier geweest zijn. Dat bijvoorbeeld de eerste scholen een nummer hadden en geen naam. Welke bekende schoolmeesters er geweest zijn. Hoe dat in de klas eraan toe ging. Dus bijvoorbeeld welke straffen er werden gegeven. En welke lesmethodes gebruikt werden. Alles natuurlijk specifiek over Haarlemmermeer. Maar eigenlijk ook wel herkenbaar voor niet Haarlemmermeer, dus laat ik het zo zeggen. Ja, het Historisch Museum klinkt natuurlijk altijd een beetje ouderwets. Is het alleen voor oude mensen of is het voor alle leeftijden? Het is natuurlijk voor alle leeftijden. Historisch laat gewoon zien dat we allemaal, hoe jong en oud we ook zijn, hebben we een verleden. En daar kunnen we van leren. Dat klinkt misschien heel erg belerend en weer ouderwets. Maar door te kijken hoe dingen vroeger gingen, kunnen we weer beter nadenken over de dingen voor in de toekomst. En dat is wat we hier willen laten zien. Ja. Dus eigenlijk ook bijvoorbeeld kinderen gaan nu ook naar school. Maar die kunnen hier ook zien hoe opa en oma eigenlijk naar school gingen. En dat ze bijvoorbeeld dus niet een digitaal schoolbord hebben, wat de kinderen nu hebben. Maar vroeger gebruikten ze dus oude schoolplaten. En die zijn ook hartstikke leuk om te zien. Ja, nou, klinkt hartstikke leuk. Ik heb ook begrepen dat je interim directeur bent van Museum de Krukius. Dat is enorm verbouwd de afgelopen tijd. Is dat al klaar voor het museumweekend? Ja, we noemen het een restauratie, want het is inderdaad een enorm omvangrijke project. Het wordt echt fantastisch. We restaureren het terug naar de periode dat het net gebouwd was, 1860. En het is nog niet klaar, maar het museum is al wel open. Dus het wil zeggen dat de stijgers er wel staan, maar de doeken zijn er vanaf. Men kan binnen gaan kijken, het is schoon. En we hebben hier hele bijzondere evenementen rondom Dick Trom in Museum de Krukius. Er zijn acteurs in het museum die vertellen over Dick Trom. Want hij is namelijk echt, in het verhaal dus van Kieffiet, in het museum geweest. En hij heeft daar dus boeven gezien. Meer zeg ik er niet over, want dan moet men maar naar het museum komen. Oké, nou dankjewel. Het klinkt heel spannend in ieder geval. U hoort het, er zijn verschillende musea waar je naartoe komt. In het hele weekend, maar ook ver daarbuiten. Dus ik zou zeggen, ga lekker deze kant op. Kom dat zien, neem het hele gezin mee. En wie weet, tot in het museumweekend of een van de dagen daarna.